het is over. Het gaat gebeuren. En uiteraard ook haar familie. Het is het besluit van 23 november 2018, nummer 2018-002160, houdende benoeming van de burgemeester in Dalfsen. En het luidt als volgt. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2018, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, heb goedgevonden en verstaan, met ingang van 14 januari 2019 te benoemen tot burgemeester der gemeente Dalfsen, mevrouw Dr. Anders E. van Lente, te Groningen. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit en het was getekend te Wassenaar op 28 november 2018 door zijn majesteit koning. Erika, jij bent bij het koninklijk besluit van 23 november 2018 met ingang van 14 januari 2019 benoemd tot burgemeester van de gemeente Dalfsen. En door, nadat ik de tekst heb voorgelezen van de eed, uit te spreken dat verklaren en beloof ik, leg jij ten overstaan van mij en ter voldoening aan artikel 65 van de gemeentewet de volgende verklaring en belofte af. Ik verklaar dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat is ook jouw antwoord. Wat verklaar ik van de koffie? Geweldig. Ja, dame Erika, ben jij officieel beëdigd als burgemeester. En ik wil jou als eerste, en dat is toch een voorrecht van een commissaris en de koning, dat kan niemand bij mij afnemen. Zoals jouw partner niet, het spijt me voor je. Van harte feliciteren met jouw benoeming. Ik heb ook een cadeautje meegebracht. Dat mag je later uitpakken, maar dat is een prachtig historisch kaartenboek van Overijssel, zodat je ook heel snel, voor zover dat nog nodig is, ook straks de weg hier in Overijssel zult vinden. En ja, u Dalfsen wil ik van harte feliciteren met uw nieuwe burgemeester. Het is dan weliswaar 14 januari, maar voor Dalfsen is de eerste lentedag echt aangebroken. Gefeliciteerd! College, van harte welkom heten in ons midden en je heel veel succes toewensen in het ambt en dat er met het dragen van deze keten goede besluiten worden genomen voor de gemeente Dalfsen. Ik moet zeggen dat het voor mij ontzettend fijn voelt dat jullie hier ook allemaal zijn.
Want ja, het voelt een beetje alsof Groningen me hier uitgeleide komt doen. Alsof ik hier een beetje word overhandigd aan Dalfsen. En dat voelt eigenlijk wel heel erg fijn. Dus dank aan jullie allemaal ook. Ja, vandaag word ik voor de tweede keer in mijn leven geïnstalleerd als burgemeester. Dit keer kroon benoemd. Sommigen noemen dat dan eindelijk echt. Nou, prima. Maar het is voor de tweede keer een installatie. En je zou kunnen denken dat het dan al een beetje gewoon wordt. Maar eigenlijk is dat toch niet zo. En dat is al niet zo omdat ik pas voor de eerste keer geïnstalleerd word als burgemeester van Dalfsen natuurlijk. En ja, eigenlijk, mensen vroegen me al van, ben je zenuwachtig? Toch nog wel een beetje, want dezelfde emoties zijn er toch ook wel als toen ik in Bedum aan de gang ging. Het is geweldig, maar ook geweldig spannend. En dat is vandaag evenzeer waar als 2 jaar geleden toen ik in Bedum begon. Burgemeester Van Lente, van harte welkom in Dalfsen en een hele goede tijd.